Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Hey, welkom. Wat leuk dat je weer kijkt naar deze video. En het is een rode video, wil ik zeggen, maar het is een dumpachtige video. Komt het als verrassing? Nee, het komt niet als verrassing. Als je de video van gisteren hebt gezien, dan hadden we eigenlijk al de top in kaart gebracht. Hè? En toen gaven we ook aan wat als we 59.500 verliezen, dan is het foute boel. Nou ja, eigenlijk is dat al 's nachts gebeurd en je ziet het. Een gevolg is een behoorlijke correctie. Goed. Dat alles volgens plan is gelopen, slash hè, waar we naar kijken, weet ik het wat, wil ik niet helemaal zeggen, maar ik hoop dat je in ieder geval wat profits hebt genomen. En natuurlijk de grote vraag is nu, waar is de bodem? Nou, om terug te komen op de analyse van gisteren, wil ik eventjes een uitzoomfotootje maken. En dat ga ik doen op de 12 uur. Dus om de oude grafiek die we gisteren erbij hadden gepakt in kaart te brengen, ga ik hier verder op inzoomen. Want waar kunnen we onze tijdelijke bodem vinden? Nou, daar wil ik een aantal belangrijke indicaties meenemen. En dat zijn voor de normale charters die op de IMA's treden. Daarvoor kijk ik naar een wave 1 target rond de 53.000. Slash 52.500. Dat is een zone waar ik naar kijk. En die zie je dus hier eigenlijk ook wel op het kleine tijdframe in mijn mooie boxie. Zo. Als je deze video laat ziet, ik verwacht nog een kleine push up. Dan nog een kleine push down naar die 53.000, 52.000 groene box. Dat we een divergentie gaan maken op 1 uur en 2 uur tijdframe. Dat is dus echt een hele kleine tijdframe waar we nu naar kijken. En dan verwacht ik dus daar een tijdelijke bodem. Dus Elliott Wave in combinatie met Elliott Wave. Elliott Wave in combinatie met Elliott Wave. Top. Elliott Wave in combinatie met de IMA's. Ligt mijn eerste Wave Target tijdelijke bodem op 53.000 / 52.000 voor vandaag. Dat betekent dus wel dat we weer een mooie upside rally kunnen verwachten. Na het hitten van de bodem. Ons sterke support ook die hier is aangegeven met de witte lijn. We maken er gewoon een box van. Niet echt een lijn. Maar in ieder geval die zone. Dat is waar ik naar kijk. En onze wave 2. Die komt meestal tussen de golden VIP. En de 78% retracement. Dus dat betekent wel weer. Als we een mooie divergentie maken. Op het 2 uur tijdframe bijvoorbeeld. Vanavond, morgen, weet ik veel wanneer, dat we gewoon weer een beweging kunnen gaan krijgen naar 59.000. Alhoewel wel een behoorlijk sterke resistance ligt op 58.000 ongeveer. Maar de potentie is er wel om nog steeds naar die bijna 60.000 zelfs te rallyen. Mensen zullen weer FOMO krijgen. Maar naar mijn idee is het gewoon een normale ABC-correctie. Het is dus niet verkeerd om in ieder geval een scalp te spelen. Dat is zeker niet verkeerd, want mocht die toch doorschieten, heb je een mooie entry. Maar als we hier wel komen, weet wel, ik ga daar winst nemen. Ik ga profits pakken, ik ga de game goed aanpakken. Want ik verwacht wel dat aankomende week dus deze wave 2 gezet zal worden. En dat we dan de lelijke big fucker naar beneden krijgen. En die wave 3... dat is de beste jongen die er is. De grootste, de impulsiefste, de agressiefste. Hoe je hem maar wilt noemen. En zoals we hem gisteren hadden getekend, kwam de eindtarget plus minus op, wat was het ook weer? 44.000 en 38.000. Nou oké, als we dan even een wave 3 target erop gaan hameren, komt de wave 3 target hier op 45.905. Hieronder, dat is een wave 3 target. Dus mochten we tot 44.000 vallen, dan verwacht ik in ieder geval dat we een dump kunnen krijgen van 60.000 naar 45.905. Dus dat is heel serieus. Dat is iets wat we in de gaten moeten gaan houden. Dus weet wel dat de grote move waarschijnlijk nog moet gaan komen. Neem deze waarschuwing misschien dan
ook serieus, hè, bij de 60.000. Op het moment dat we dan de high breken op 61.600, dus dat is super dichtbij. Dat is echt super dichtbij. Als we die breken, dan is het weer bullish. Maar tot dat level niet gebroken wordt, kijk ik dus naar deze setup. Dus dat betekent wel, als jij de winst neemt, ik noem maar wat, bij die 60.000, bij de 78% retracement, en hij schiet wel door, nou, dan moet je iets later instappen op 62.000. Nou, is dat een risico waard met een val naar $45.905? Zo kijk ik altijd een beetje naar de markt, zo kijk ik altijd een beetje naar de technische analyse. En uiteindelijk is de wat jij ermee doet. En we hebben bijvoorbeeld vandaag al een dump gezien van 50 van 10% in verhouding met waar we gisteren een video hadden gemaakt en al redelijk de top kalde. Dus het is aan jou wat je ermee doet natuurlijk, maar op het hele kleine tijdframe denk ik dus dat we nog één push naar beneden kunnen gaan krijgen om divergenties te maken, bullish divergenties, om weer een drive te krijgen naar 59.000 /60.000. Als we dan eventjes naar de Bybit chart gaan, ik heb hem hier uitgetekend, chart hem even op 5 minuten. Het zal vannacht, hoop niet dat we van de viral, het kan allemaal. Het kan ook van de viral down, hè? Laat dat voorop stellen. Dit is een idee, maar als het zwak blijft, breek niet eens de high die we hier hebben, dan gaan we van de viral down natuurlijk. Maar dan kijk ik in ieder geval naar die 52.500, /53.300, die zone als tijdelijke bodem. En vanaf daar kunnen we dus misschien een tijdelijke bodem vinden. Een tijdelijke bodem. Dat is belangrijk om te onthouden. Een verschil tussen korte termijn en lange termijn. Ik zei trouwens, laten we er geen verwarring doormaken, om zomaar even te zeggen. Maar goed, het is iets waar ik op dit moment naar kijk. Heel veel van jullie hebben in de reacties aangegeven dat jullie winst hebben genomen op basis van de video. Voor het zekere, voor het onzekere. Nou, bij deze, jullie zitten er nu warmpjes bij. Dat is super om te horen dat jullie dat hebben gedaan. Heb jij ook winst genomen? Laat even weten in de comments hieronder. En nog wat ik wil meegeven. Ik krijg ook opeens heel veel leuke berichten van: hey, goed gedaan, dankjewel. Ik heb heel veel BTC verdiend door je inzichten. Bijvoorbeeld vandaag kreeg ik een e-mail van Hugo. En die vertelde: ik volg al veel informatiekanalen, maar ik krijg van jou steeds een ander en duidelijker inzicht. Jouw YouTube-video's hebben mij al aardig wat winst in BTC opgeleverd. Nou, en dit soort dingetjes, hier doe ik het voor. Dit vind ik zo mooi om te lezen. En dan heb ik ook nog het Discord-kanaal, waar ik natuurlijk eigenlijk de hele dag door in aanwezig ben. In het premium-kanaal. Ik kan er wel eventjes wat van laten zien. Dan heb ik ook dit mooie mooie chart setups van vanochtend gedeeld. Bijvoorbeeld die scalp die we hier hadden gepakt vanochtend. ABC-correctie naar de 0382. En toen gaf ik ook aan, ik kijk hier dus naar de 0382 en de 0.5 VIP. En ja hoor, op het moment dat we daar aankwamen, de reacties zagen, winst genomen van de scalp. En daar eigenlijk alweer short gegaan. Dus dat is super. Waar we nu in zitten, in een twijfelgevalletje, daar heb ik ook net weer, zo zie je maar hoe up-to-date het is. Is het dus een mogelijkheid dat we in een complexe W4 zitten. Dus dat er nog zelfs een push omhoog naar de 58.000 mogelijk is voordat we verder naar beneden gaan. Nou, in ieder geval, de premium members zijn continu up-to-date. Ook bij de grote dump van vanochtend, hè. Hiero hadden we hem nog even aangegeven. En natuurlijk hier. Ook bizar hoe we er ongeveer naar gaan kijken. Nou, in ieder geval wil je dan ook up-to-date blijven. Meld je aan voor het premium memberschap. Het kan door een maandelijkse betaling. Zie hieronder in de omschrijving. Op premium member 1 maand. Of natuurlijk een levenslange lidmaatschap. En dan ben je natuurlijk ook dag en nacht up-to-date van Bitcoin in dit geval. En we zijn natuurlijk altijd bereid om je vragen te beantwoorden. En het team is inmiddels uitgebreid. Delano die super blij mee. Delano die gaat de social media oppakken. Super tof. Echt welkom Delano. En natuurlijk hartstikke tof. We hebben natuurlijk al regelmatig contact. En Gerard die staat. Die is ook het team gaan versterken. En die staat in het weekend vooral klaar. Dus zo zijn we het crypto huis langzaam aan het bouwen. Als een echt mooie huis. Met sterke fundamentals. En technische analyse natuurlijk. Dus dat is natuurlijk super fijn. Nou ja, ik wil de video ook niet langer maken dan dat het is natuurlijk. We houden de ogen op de charts. En ik hoop voor je. En ik hoop voor iedereen natuurlijk dat er wat winst is gepakt. En anders gaan we nu niet panic sellen. Wacht tot we een bodemsignaal zien. En top dat hij me... top.
Die zocht ik. Nou ja, in ieder geval ga ik de video ook nog niet langer maken dan dat nodig is. We houden de charts goed in de gaten, want met zulke prijsacties kan je mooie procenten maken natuurlijk. En dat is het belangrijkste. Oh, en ik zag ook reacties over de altcoins, hoe het daarmee zit. Wat mijn visie is over de altcoins, eigenlijk hoe harder Bitcoin valt, hoe harder de altcoins vallen. Dat is mijn mening. Niet alle altcoins zie ik hier ook. Ik zie behoorlijk wat stijgingen, maar ik zie ook heel veel rood. Hedera gaat als een trein. ICX gaat ook als een trein. Dus het wil niet altijd zo zijn. Maar goed, het ligt er dus net aan of het echt de top is gezet. De dominantie zakt ook. Dus ik denk dat het willekeurig geschoten is om dit zomaar te zeggen. Maar ik denk wel wanneer Bitcoin en ook in dit geval Ethereum toch wat rood bloed. Dat het foute boel is en dat je toch wel wat voorzichtig moet zijn met onze altcoins. Nou, Ethereum, waar kunnen we naar kijken? We hadden natuurlijk de setup nog. De Ethereum is nog wel mooi, behoorlijk doorgegaan tot de 1.618. Ietsje erboven nog zelfs. Nou, dat hadden we trouwens vorige keer besproken in de video, dat we iets boven de 1.618 zouden kunnen uitkomen. Nou, dat is gebeurd. Maar ook voor Ethereum verwacht ik eigenlijk van de 4 wel iets meer naar beneden. Goed. Bedankt voor het kijken. Mocht je dit natuurlijk weer leuke en interessante content vinden, vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te geven. En laat even weten of je winst hebt genomen of ook kijk naar, of waar jij naar kijkt überhaupt. Ben ik overal super benieuwd naar hoe jouw sentiment is op dit moment. In ieder geval, hartstikke bedankt weer voor het kijken en de mooie complimenten die ik elke keer weer krijg. Dankjewel, daar doe ik het voor. En ik zie jullie in de volgende video. Hoi, hoi.